De lijn wil betere verbindingen in, naar en tussen de steden. In Antwerpen betekent dat vooral meer investeringen in tramverbindingen. Wel, ik denk dat we in de afgelopen jaren de gelegenheid hebben gehad om bijvoorbeeld in Antwerpen toch wel serieuze investeringen te doen. De tramverlengingen die er. Uh gebeurd zijn. Het is eigenlijk dat soort investeringen dat we vooral willen verder zetten. En er liggen er nog een aantal op tafel. Allereerste die er op tafel liggen zijn bijvoorbeeld de tramverlengingen die we willen realiseren richting Wilrijk en richting Kontich. Tegelijkertijd wil de lijn op het platteland of in dunbevolkte gebieden meer belbussen en taxis laten rijden. Wettelijk gezien moet iedereen een halte hebben op hoogste 750 meter van zijn deur. Maar overal bussen blijven inzetten is niet langer haalbaar. Je hebt natuurlijk ook wel gebieden in, in de provincie Antwerpen dan, waar uh, ja, het, het iets minder uh, dichtbevolkt is. En daar moeten we ook kijken, denk ik, in hoeverre we dat uh, recht op basismobiliteit, dat ik absoluut wil vrijwaren. In hoeverre we dat recht op een creatievere manier kunnen, uh, kunnen uh, opvullen. Op dit ogenblik doen we dat ofwel met reguliere bussen ofwel met belbussen. Maar er zijn ongetwijfeld nog andere mogelijkheden om samen met de gemeentebesturen na te denken over hoe we het beste oplossingen bieden. En dan is er nog het gratis openbaar vervoer. Kesteloot wil dat vervangen door sociale tarieven voor reizigers met een laag inkomen. Mensen die het financieel moeilijk hebben, daarvoor moet een speciaal tarief worden voorzien. Maar het gratis openbaar vervoer. Is iets wat op dit ogenblik inderdaad ter discussie zou moeten staan. De topman van de lijn vraagt in de eerste plaats wel meer middelen om niet te moeten afbouwen. Hij vraagt van de Vlaamse regering een deel van de opbrengsten van rekeningrijden voor het personenvervoer, als dat ingevoerd wordt.